Vannacht is een groep vreemdelingen erin geslaagd te ontsnappen uit de trein waarmee ze werden gedeporteerd. Zoals bekend heeft de regering ertoe besloten deze vreemdelingen voortaan af te voeren per trein naar gebieden waar zij veilig zijn, op het grondgebied van staten die buiten de Europese Nationale Liga vallen. Tijdens een tussenstop op het station van Eindhoven wisten deze criminelen de aandacht van de bewakers af te leiden en maakten van de situatie gebruik om de deur te forceren. Ze zijn ontsnapt. En om onbekende redenen hebben ze nu hun toevlucht gezocht tot het Museum van de Moderne Kunst in Eindhoven. Ze zitten daar nu in een ruimte die het oog wordt genoemd. Deze ruimte is normaal gesproken bedoeld voor de meer experimentele projecten van de zogenaamde straatkunst. En het bijzondere van deze ruimte is dat die in de vorige eeuw zo is ontworpen dat het geen dak heeft. Dit gaf de criminelen dan ook de kans om zich toegang te verschaffen tot het complex. Zij zitten nu in deze ruimte. Wij weten niet wat hun plannen zijn. We hebben niets gehoord van een eisenpakket. We weten niet wat hun beweegredenen zijn. Het enige wat wij weten is dat wij de gebeurtenissen op de voet zullen blijven volgen. De vragen zijn bijvoorbeeld, hebben zij hulp gehad van binnenuit? Hoe kon dit lek in de bewaking ontstaan? We kunnen alleen maar hopen dat het museum de regels voor wet en orde zal respecteren. Zeker gedoogbeleid. Ze brengen het museum in discrediet. Waar blijft de bewaking? Ze hebben het makkelijk. Ze worden teruggestuurd naar het kamp. Maar het museum krijgt de schuld. Waar blijft de bewaking? Wat hebben ze hier te zoeken? Ze waren al op transport gezet. Allemaal. Er zijn geen vreemdelingen meer in onze steden, maar deze zijn binnengedrongen, maar deze zijn binnengedrongen in ons museum. En als de bezoekers ons vragen, wat antwoorden we dan? Wat antwoorden we dan? Wat hebben ze hier te zoeken? We wachten op een verklaring. En wat zeggen ze? Ze zeggen dat ze asiel willen in het museum. Ze hebben gehoord dat het museum vreemdelingen helpt. Tja, iemand heeft ze gezegd dat de kunst aan de kant staat van de verdrukte. Nou, laten onmiddellijk de kunstenaar en de curator komen. Kunstenaar en curator. Meneer de directeur. Wat is uw commentaar op het feit dat er een groep vreemdelingen is opgedoken in uw museum? Weet u wat ze van plan zijn? Zijn het terroristen? Zijn het extremisten? Momenteel kan ik niets zeggen. We moeten eerst uitzoeken wat er aan de hand is. Maar ik ben ervan overtuigd dat ze hier met de beste bedoelingen zijn gekomen. Ons museum staat immers voor iedereen open. En denkt u niet dat hun komst mogelijk verband houdt met de laatste exposities in uw museum? Bijvoorbeeld die tentoonstelling van de Black Panther-beweging en die kranten van ze. Het zijn allemaal tentoonstellingen die grote kritiek hebben gekregen van zowel het publiek als de overheid. Ik begrijp niet wat u bedoelt. Ik bedoel de tentoonstellingen waarin u de aanval inzet tegen onze nationaaldemocratie, meneer de directeur. Ons constitutionele systeem van deze maatschappij dat de nationale normen en waarden van dit land behoedt. Dat bedoel ik. Ik herhaal. Ik moet eerst uitzoeken wat er gaande is. MUZIEK.
Wat moeten we nu gaan doen? Laten we ze binnen het museum? Ja, ik ben bang dat dit de laatste druppel wordt. Ik bedoel, ook zonder dit hangt alles al aan een zijden draad. Ze zetten de financiering stop, ze blazen onze projecten af, in het beste geval. Als wij ze niet kunnen helpen, wat zijn onze projecten dan nog waard? Ja, vergeet niet dat het ons taak is om de samenleving wakker te schudden. Maar ja, als ze ons museum sluiten, dan wordt die mogelijkheid ons ontnomen. Wie moet die problemen dan aan de orde stellen? En erover discussiëren? Nee, behalve ons is er niemand meer. En wij kunnen het risico niet lopen. Ja, dat ben ik met je eens. Wat moeten we doen? Hey, we zouden die binnengedrongen vreemdelingen kunnen presenteren als een artistiek project van mij. Denk je dat er geen misdadigers tussen zitten die betrokken zijn bij de vorige gebeurtenissen? Laten we het beste ervan hopen. Zo te zien zijn het geen moslims. En trouwens, die hebben ze al lang allemaal gedeporteerd. Maar het kan ook een provocatie zijn van het Centrum ter Bestrijding van het Extremisme. Die hebben misschien alles wel in scène gezet. Ja, maar daar komen we nu toch niet achter. Ja, welk project kun je nu bedenken? We moeten tijd winnen, zodat het museum gewoon vandaag open kan voor het publiek. Zijn de kostuums op basis van de ideeën van Elisitsky al klaar? Bedoel je voor de performance die volgende maand bij ons op het programma staat? Ja, voor de overwinning op de zon. Ja, die zijn bijna klaar. Hé, hey, dat is een goed idee. Ja, en later kunnen we die geschiedenis verder uitwerken in jouw solo-tentoonstelling over de cartografie van deportaties van migranten. Ik ben ervan overtuigd dat het precies is wat we nodig hebben. Vraag jij of ze de kostuums hierheen willen brengen, dan ga ik vast naar de vreemdeling. Succes, en denk eraan dat alles van jou afhangt. Ja, we moeten vooral doen alsof het allemaal zo hoort. En als er iets is, dan zullen onze advocaten je wel in bescherming nemen. Dat zullen ze proberen althans. Ja. Nationaal democratie, dat is de wet van ons leven. Maar we moeten ook menselijk blijven. Orde en gezag, we moeten naar hun verhaal luisteren. Zij zijn toch ook mensen. Regels en regels. Misschien zoeken ze bescherming. Ze hebben ons vertrouwen verspeeld. Er zijn kinderen bij. Na alles wat er is gebeurd. Geloven we hen niet meer. Vergeet niet dat wij een gastvrij land zijn. Ja, voor die onze wet respecteert. Streng nog rechtvaardig, streng nog rechtvaardig. Nationaal democratie, dat is de wet van ons leven. Maar we moeten ook menselijk blijven. Orde en gezag, laten we naar hun verhaal luisteren. Laten we naar hun verhaal luisteren. Geloof jij wat er allemaal gezegd wordt? Dat kan toch niet waar zijn? Ik geloof er helemaal niks van. Die deportaties, de kampen. Dat is natuurlijk allemaal vreselijk. Maar we kunnen ze toch niet ergens heen sturen waar hun leven niet veilig is? Wat ze ook op hun geweten hebben. Wij Nederlanders zijn toch een humane natie? Nou, voorlopig hebben we geen bewijzen die door documenten worden bevestigd. Bovendien zegt men dat onze wetenschappers daar nieuwe methodes van euthanasie ontwikkelen. Maar ja, er wordt zoveel gezegd. Maar zelfs als dat waar is, wat heeft ons museum daarmee te maken? We willen dit presenteren als een nieuw kunstproject. Je bent niet goed wijs. Wil je ze dit laten zien? Dan worden we meteen van extremisme beschuldigd. En ze hebben nog gelijk ook. Kunst is wel wat anders dan het leven.
Gisteren hebben we trouwens weer een dreigbrief ontvangen. Van wie nu weer? Van het Democratisch Comité Nederland voor Nederlanders. En ze dreigen met extremere maatregelen. En nou wil jij dit aan het publiek presenteren als kunst? Besef je niet hoe gevaarlijk dat is? Nee, daar kan ik niet mee instemmen. Dat weiger ik. Ik heb ook nog kinderen. Maak je geen zorgen. We hebben al een oplossing. Meneer de directeur, de mensen in de stad maken zich grote zorgen. Er zit nog steeds een gevaarlijke groep extremisten in uw museum. De inspecteur van de afdeling ideologie heeft zojuist een interview gegeven aan ons televisiestation. En hij zei dat als de situatie in het aan uw zorg toevertrouwde museum nog verder uit de hand loopt, hij het Centrum ter Bestrijding van het Extremisme zal inschakelen. Wat is hierop uw antwoord? Hier is sprake van een misverstand. Deze mensen doen mee aan een nieuwe, moderne versie van de performance Overwinning op de zon. Die is door een van onze veelbelovende kunstenaars bedacht. Het is u ongetwijfeld bekend dat ons museum een prachtige collectie bezit van El Lissitzky, de vooraanstaande kunstenaar van de Russische avant-garde en zanger van de revolutie. Nou, dat u een indrukwekkende collectie heeft, dat staat buiten kijf. Maar hoe verklaart u dat aan deze performance mensen meedoen die misdaden hebben begaan en die dienen te worden geïsoleerd? Het bestraffen van deze mensen, dat moet gebeuren, meneer de directeur. We leven in een democratie. En als u deze mensen helpt, dan bent u strafbaar. Tegen de wet bezig. Het is niet aan u om te beslissen wie een misdadiger is en wie niet. Jullie mensen van de massamedia zouden überhaupt een beetje beheerster moeten zijn in jullie uitspraken. Onlangs nog is er door jullie hysterie haast een oorlog ontketend in ons vreedzame land. Overtuigen we er zelf van. In ons museum is alles onder controle. Hier vindt de performance het licht tegemoet plaats.
Yes. En waren zelfs bang. En nu blijkt dat het gewoon kunst is. Volkomen ongevaarlijke, prachtige kunst. We maken ons zoveel zorgen. Elke orde heeft behoefte aan kunst. De nationaal democratie. Kostuums van? Ja, inderdaad, zeg. Was trouwens een fantastische performance, hè? De kunstenaar is er volgens mij echt goed in geslaagd om de revolutionaire geest van de Russische avant-garde tot leven te brengen. Ja, ik kreeg zelfs de aandrang om op de pres te springen, om de wereld de goede te veranderen. Dat is nou de kracht van de echte kunst, hè? Alleen jammer dat ze de acteurs hebben gearresteerd. Hoezo gearresteerd? Heb je dat niet gezien dan? Er kwamen politiemannen bij het museum en die hebben de acteurs meegenomen. Men denkt dat het verklede vreemdelingen waren die vanmorgen uit de trein zijn ontsnapt. Meent het? Ja, dan moeten we tegen protesteren. Al zijn het vreemdelingen, het waren toch acteurs? Die kunnen niet gearresteerd worden. Dat is een schandaal. Die politiemannen, ik denk dat het mensen van het Centrum ter Bestrijding van het Extremisme waren. Nou, het kan geen kwaad om een woord van protest te laten horen, toch? Maar daar kunnen wij niets aan doen, toch? Je hebt gelijk. Daar kunnen we niks aan doen. Dat gaat ons niks aan.